beauty. Wat een fantastische goal. Het is gebeurd. Oh, het is gebeurd. Het mirakel is geschied. Ongelooflijk. Prachtige aanval, prachtige voorzet. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Dag allemaal, van harte welkom bij de 10e aflevering van dit seizoen van de Champions Club, de podcast over de UEFA Champions League. Vandaag gaan we terugblikken op de laatste 4 returns van de 8e finales. En dat doe ik met Gert Vrijen en met Wesley Song. Dag mannen. Dag Nicola. Het kan nog een spannende week worden, want in 3 van de 4 wedstrijden is er gelijk gespeeld, is er nog niks beslist. Normaal vraag ik aan jullie eerst hoe jullie programma eruit ziet deze week. Maar Gert, ik ga een uitzondering maken. Even terugblikken nog op vorige week, want jij hebt toch een van de mooiste momenten meegemaakt ter plaatse van de 8e finales. Real Madrid, PSG, vertel. Het leukste aan voetbal is natuurlijk een ommekeer. Hè. Dat is altijd leuk. Als je van in het begin weet van straks gaat het dier winnen. En dat gevoel hadden we een uur lang natuurlijk. Klopt, ja. Dus dan leek dat voorspelbaar te zijn. Het leukste aan voetbal is dat het niet voorspelbaar is. En dat er toch nog iets gebeurt in een match waardoor het plotseling kantelt. En waardoor we plotseling de kansen keren. Waardoor de ploeg die tot al toe niet te veel geraakt heeft, in één keer veel beter begint te spelen. En een andere eigenlijk zo goed als in elkaar zakt. Dus dat was leuk natuurlijk. En met natuurlijk de 3 goals van Benzema. Ja, dat is top als je dan een uitblinker bij hebt. Eentje die het eigenlijk op zijn eentje doet. Ja, jij was erbij, maar om de luisteraars toch een kleine impressie te geven, gaan we u even laten meegenieten. Kijk, balverlies van Kane. Vinicius. Gelanceerd. Maar Marquinhos er toch tussen. Geeft hem aan Benzema. 3-1! 3-1! Benzema! Ja, Wes, Karim Benzema, ik moet er nog even op terugkomen. Dat was ooit de speler waarvan jij zei, niet mijn type speler. Ben je al veranderd van gedachten? Nee, blijf nog altijd. Nee. Kijk, maar jij trekt dat altijd uit zijn context. Als ik moet kiezen tussen een diepe spits, dan zal hij niet my kind of player zijn. Dat blijf ik zeggen. Ja. Wat niet wil gezegd zijn, dat dat een fantastische voetballer is. Ik heb het gewoon voor een ander type voetballer daar in de spits. Hij is natuurlijk iemand die alles kan. Hij kan goals maken, kan een bal bijhouden, kan anderen voor een goal zetten. Dat is wat ik daarmee bedoel. Heb je gezien op Twitter, je bent niet de enige blijkbaar, Michael Richards, heb je dat fragment zien passeren? Michael Richards, ex-City? Ja, ex-voetballer, analist nu in Engeland, die heeft ook gezegd, Benzema heeft mij nu pas overtuigd bij deze wedstrijd. De laatste 6 maanden heb ik... Gert, jij maar bent dat is belachelijk. Dat zou ik nooit zeggen, dat hij mij nooit overtuigd heeft. Dat is absoluut niet. Maar ik zie het type aanvaller. Ik heb gewoon een ander oog voor. Ik zou meer voor het type Lewandowski, Haaland kiezen, dat soort mensen. Ja. Gert, er zijn mensen die zeggen Benzema is de meest complete aanvaller. Wat denk jij ervan? Nee, ja, eerst en vooral, ik denk dat is altijd, dat wordt ook vaak gezegd, en we moeten altijd kiezen van wie is nu de beste. Maar, dan kom ik altijd terug op dat wie is ik de beste, nu Messi of Ronaldo. Maar ik kan wel van alles. Van, altijd, Benzema. Maar natuurlijk, ja, ik ben een fan van het eerste moment. Maar het is zeker zo, omdat hij is niet het prototype van de nummer 9 die dat altijd op de 9 blijft. Voilà, dat is een beetje wat dat is heel goed gezegd. Wil aangeven. Hij is heel vaak weg uit de spits. Maar het is wel iemand, als je zo dikwijls je ploeg over de streep trekt, en niet Dos Costa in het kruis, maar Real Madrid. Ja, ik bedoel, nee, ja. Dan verdiende alle eer. En dan zijn ze gewoon de wereldspits. Dus, en daarbij ook, als we het daarover hebben, over de schoonheid van de balbehandeling, de schoonheid van de motoriek. Is gewoon een zeer elegante speler, ondanks zijn gabarie. Ja, voor de niet-kenners, Dos Costa in het kruisploeg uit West-Vlaanderen, waar de zoon van Gert Vrij speelt. In, wat was het, tweede provinciaal? Derde provinciaal. Hij scoort er blijkbaar geregeld, maar Gert moet er binnenkort eens heen. Benzema, die was man van de wedstrijd en we gaan eens luisteren wat hij zei na afloop. Après le match aller, j'étais déjà très déçu de mon match. Donc je me suis préparé pour ce match-là. Et donc voilà, après c'est la bonne pression qu'on a au fond de nous. Donc voilà, c'est sorti avec un public pareil, donc c'était exceptionnel. Ja, hij was heel ontgoocheld na de heenmatch en had er zin in voor de terugmatch. En hij heeft het ook over de sfeer na wat er allemaal gebeurd is, Gert. Je was erbij, vertel het ons. Was het effectief zo'n explosie? Was het zo uitbundig? Ja, er werd vooraf al gepraat over de remontada, terwijl ik zoiets had van, ja, het is maar 1-0 voor PSG. Dus ja, stel nu dat je het haalt, een echte remontada is dat niet. Maar wel nog eens, als je nog eens thuis nog eens 0-1 achterkomt. En het had ook te maken met de heenmatch, waarin het contrast heel groot was tussen de twee ploegen. Dat is ook zo. Daar leverden ze helemaal geen goede prestatie af.
Real. En dat leek eigenlijk het eerste uur ook zo. Maar hetgeen dat ze dan bovenhalen, en dat is nog eens een teken, dat voetbal toch vooral emoties. En trainers zeggen vaak van, ik wil niet dat mijn spelers te emotioneel worden, want ze moeten hun taken uitvoeren. Maar eigenlijk wat hen daar ineens veel beter doet spelen, is net de emotie en de euforie na de 1-1 en na zelf een goal gemaakt te hebben. Als je dat kunt omzetten in één keer in goed spelen. Modric was daar een heel groot voorbeeld van. Nog een uur lang krijgen alle mensen gelijk die zeggen van ja, Modric is toch wel een dagje ouder aan het worden. Het laatste half uur. Jong vullen. Ja, natuurlijk. Maar door de inbreng denk ik ook van Camavinga. Omdat er meer dynamiek... Ik denk dat al de jongens zijn ingevallen. Zijn jongere gasten. Die misschien net die extra dynamiek brengen in het middenveld. En meer snelheid brengen dan de Kroos van deze wereld. Die balken links en rechts lateraal geeft. Ik denk, dat is toch de sleutel geweest, denk ik, voor een ommekeer. En dan is het waar. Hè. Dan is het mentaal. En dan had ik een vraag voor u, Gert. Viel dat dan op tijdens de wedstrijd dat het probleem PSG... weer zo is dat op een gegeven moment die drie voorsten niet meer meededen? Nee, want ik vond dat die in verhouding tot veel andere wedstrijden heel hard gewerkt hebben. Okay. En Messi op kop, dat vond ik wel. Dus daar lag het niet aan? In balverlies, daar lag het niet aan. Het lag ook niet aan een soort van arrogantie of nonchalance. Het was echt verrast zijn dat die 1-1 viel gewoon. De manier waarop dat zo'n goal valt, denk ik dat ook meespeelt. Als dat nu gewoon een wereldgoal is waar je zelf niks aan kunt doen, is dat misschien qua emotionele impact nog altijd minder als dat dat echt een blunder is. Ja. Hè, waardoor dat je zegt van, oh, wat overkomt. Jij vond het geen overtreding? Nee, ik ook niet. Nee. De meningen lopen uiteen. Ja, goed, Pochettino die was moord en brand aan het schrijven dat een overtreding was. Was hij ook? Ja, maar als hij de herhaling heeft gezien, dan kun je het toch niet ontkennen. Hè? Donnarumma was snel recht. Hè? En by the way, het probleem begint bij Donnarumma. Die moet die bal gewoon wegknallen. Als zo iemand op jou afkomt, moet je geen risico pakken. Dus ze hebben het zelf gezocht. Maar bottom line, Nicola, is toch ook wel dat in het voetbal, en wij, onze job is proberen dingen te verklaren en uit te leggen. Maar dat is niet te verklaren. Gebeuren gewoon. Hè? En dan kun je vooraf geen verklaring geven, kunnen achteraf eigenlijk ook geen verklaring geven. Sommige dingen gebeuren gewoon. En allemaal goed ook. Hè? Want dat is wat het zo aantrekkelijk maakt. Ik wou net polsen, want ik had het geluk om commentaar te geven op Man City Sporting, topaffiche 0-0. Jij zat in de studio, hebben jullie dat daar beleefd? Voelden jullie enigszins nog iets aankomen? Bij Real bedoel je? Ja. Real... Ik had hetzelfde gevoel als Gert. Al zoiets van, ja, okay. Nee, je krijgt hetzelfde gevoel, 0-1. Ik denk, Real moet een beetje risico nemen met Mbappé. Je weet, als hij die ruimte krijgt, dan ben je kansloos. Maar dan gebeurt er iets in voetbal, hè, een blunder bij de doelman. En dan ook iets onverklaarbaar. Eén goal kan een ploeg onnoemelijk veel vertrouwen geven. En dat is ook iets niet te verklaren dat die andere ploeg die een uur... En het blijft Real Madrid, hè? Ja, en maar die andere ploeg heeft ook kwaliteit aan de bal, hè. Dat die ploeg een uur meester is in de wedstrijd en op 12, 13 minuten alles weg. Kun je ook niet verklaren. Real Madrid dus op die manier naar de kwartfinale en heel grote problemen bij PSG. De spelers, de vedetten, werden uitgefloten afgelopen weekend in het eigen Parc des Princes. Maar mannen, wat is jullie programma deze week? Wes, waar ga jij heen? Ik ga naar Ajax... omdat we in Benfica ook de wedstrijd gedaan hebben. Dus heel leuk om terug te gaan weer naar Ajax. Ja, waar je ooit zelf hebt gespeeld natuurlijk, ook in de Champions League. Gert, jij trekt naar Turijn? Ja, op woensdag naar Turijn. En dinsdag blijf ik rustig in de studio. Kijk eens aan. Dan kan ik ook voor de eerste keer de nieuwe studio een keer. Hey, prachtig. Is het de eerste keer? Ja, ik ben er nog niet geweest. Altijd onderweg, altijd naar de topaffiches. Maar het heeft ook nadelen. Je gaat zien, je gaat daar zo goed zitten... Dat je niet meer naar huis wilt. Ja, eigenlijk was ik aan het hopen vorige week voor verlengingen. Ja, voor Real PSG. Zo goed zat ik daar. Dat gevoel heb ik nog nooit gehad. Ja, ja. Nee, inderdaad. Goed, hopen op verlengingen is wel een heel raar gevoel. Dat is heel speciaal. Goed, we gaan eens kijken naar het volledige programma van deze week in de Champions League. Er zijn nog twee andere duels natuurlijk. En dat zijn Man United tegen Atletico en Lille tegen Chelsea. Dus op dinsdag United, Atleti en Ajax, Benfica op woensdag. Lille, Chelsea en Juventus tegen Villarreal. In drie van de vier wedstrijden werd er gelijk gespeeld. Alleen Chelsea heeft met 2-0 gewonnen in de heenwedstrijd. En dus gaan we ervan uit dat die zich wel gaan plaatsen. Er is nog voldoende spankracht. Maar als ik even mag, ik kijk wel uit toch ook naar de wedstrijd waar ik morgen dus naartoe ga met Frankie van der Elst. Affiche van de week.
Ja, en dat is Manchester United tegen Atletico. We hebben het vorige week hier al gehad over de lange treinreis. Frankie en ik gaan de trein nemen morgen. En Gert, ik stel vast dat jij me inderdaad, je bent in de studio, dat jij me dus in de steek laat. In de steek. Wel meegaan naar de zon in Madrid, maar niet naar een bewolkt Manchester. Nee, maar dat is geen reden. Hè? Nee, en de reden is ook niet de commentator, dus we moeten eigenlijk dat niet te hard aantrekken. Okay. Maar het was gewoon niet haalbaar om van Manchester in Turijn te geraken de dag nadien. Ik wens het je ook niet toe. Je hebt deze week, afgelopen week al... serie genoeg gehad onderweg. Ja, fijne tijden op luchthavens en zo. Maar we gaan eens luisteren hoe de heenwedstrijd is geëindigd daar in Madrid in Wanda Metropolitano. Het werd dus een gelijkspel. Bruno Fernandes, diepgang bij Elanga. Dat is een goede pas. Hier is United en hij gaat erin. Het is gelijk. Het is Elanga, de invaller, de jonge kerel uit Zweden. Die doet het hier op een zeldzame tegenprik voor Manchester United. Het werd 1-1, de gelijkmaker van Elanga. Gert, je was erbij in Madrid en United was heel erg zwak. Hè? Ja, er zat helemaal niks in. Ja, hoe dat komt, dat is moeilijk te verklaren ook natuurlijk. En het is niet nieuw natuurlijk. Hè. Het is niet van vorige week, het is niet van vandaag. Het was van het weekend tegen Tottenham wel iets beter. Er zat meer drive in, wat 3-2 meer beleving, zonder te willen zeggen. Het was vooral een goede match omwille van scoreverloop. En dan van de spanning, ik heb ze gezien. Puur kwalitatief was dat nog altijd niet geweldig. En het blijft moeilijk. En ook voor Ranjek natuurlijk. Om die filosofie om te zetten op het soort spelers dat zij die hebben. Die is er niet, hè? Als je uit de Red Bull school komt en je ziet Man United spelen, ze kunnen niet spelen. Ze kunnen het niet. Dus ja, en dan was er... Ja, wat wel opvallend was natuurlijk van het weekend, was de hat-trick van Ronaldo natuurlijk. Hè, die trouwens niet goed speelde. Nee, maar wel die goals maakte het. Dat is onwaarschijnlijk. Ik heb de match niet gezien. Ja, ik heb de match gezien en totdat hij het doelpunt maakte, was hij niet echt in de wedstrijd. Maar kreeg hij een kans van op 20 meter, ja, pegelde die bal binnen. En dan de tweede, net voor de rust, is gewoon op de goede plek staan. En net buiten spelval geglipt door... wie was het daar aan de linker? Sancho. Hij staat altijd op de goede plek. Dat is Ronaldo. En dan nog een hoekschop was het zeker binnengekopt. Ja, de winning goal. De derde. Goed binnengeknopt. Tweede hattrick van Ronaldo in de Premier League. En de vorige was geleden van januari 2008. Dat is straf, hè? Ja. 14 jaar verschil. Ja. Maar wie was de allerslechtste in Madrid bij United? Was dat Ronaldo of was dat Pogba? Dat was een beetje een strijd tussen die twee. Maar het was vooral ze konden aanvallend gewoon niks voor elkaar krijgen. Ze hadden geen enkele dreiging. Het was pijnlijk, hè? Die eerste helft geen enkele dreiging. Dus Atletico bleef eigenlijk redelijk makkelijk overeind. Maar ja, goed, die goal van Elanga, die maakt nog veel goed natuurlijk. Hè. Dus daarmee is dat ook een groot verschil. Maar goed, ik denk ook... Nico, als we nu vorige week gezien hebben, die matchen allemaal, hetgeen dat er nu deze week op programma staat, dan denk ik dat we de winnaar van de Champions League bij die vier van vorige week moeten zoeken. Ja. En niet zozeer bij die vier die dat er gaan overschieten na deze week, denk ik. Dat zou goed kunnen, ja, inderdaad. Ja, ik zou zeggen Chelsea, maar ja, die zitten nu in een andere... Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, dat is maar ik denk het ook. Probleem. Ik denk uiteindelijk, ik heb al gehoord dat Ajax de verrassing zou kunnen zijn, maar zoals ik Ajax de laatste weken heb zien spelen, ook in Benfica, ik denk toch ook dat de topfavoriet bij die eerste vier zit. Ja. Ja. Als we het nog even over Ronaldo hebben, was dat een prestatie op revanchegevoel afgelopen weekend? Want hij zat dus niet in de kern tegen City de week daarvoor. Er was sprake van een blessure, was ook sprake van dat hij naar Portugal gereisd is. Die was toch met vakantie gestuurd, werd er ja, gezegd. Maar hij heeft dan, ik heb ook ergens gelezen dat hij aangegeven had dat hij eigenlijk geen last had van een blessure, dat hij wel had kunnen spelen. Had nu de hele week niet getraind. En Ranjik heeft al gezegd, ja, misschien moeten we dat maar weer zo doen dan. Niet meer laten trainen en gewoon laten spelen. Ja, als je zo voetbalt als United zijnde, in de zin van de laatste weken, de wedstrijden die ik gezien heb, waren nooit echt wauw. Ik vond ze dit weekend ook niet wauw, maar natuurlijk, er loopt iemand met een kwaliteit die je niet zo vaak vindt in moderne voetbal. Ja, want maar... als je de derde goal ziet, hè, die kopbal, die timing, de manier, dat is onwaarschijnlijk mooi gekopt. Maar moeten ze zorgen dat er voor het volgende seizoen een nieuwe nummer 9 is, die echt
toekomstgericht de vraag die kan zijn. Ronaldo, want... als je Ronaldo in huis haalt, Nicola, dat is meer dan een voetballer dat je in huis haalt. Ja. Dat is een voetballer waar dan niet dezelfde regels voor kunnen gelden als voor de rest van de groep. Maar er wil vaker zeggen, voor iedereen hetzelfde. Ja, nee, niet voor dat soort mannen. Hè. Dus als je dat in huis haalt, dat is van een trainer... Geen cadeau van hetzelfde als Messi, Neymar en Mbappé. En hoe gaat het daarmee om? En met de Pogba's van deze wereld, hoe gaat het daarmee om? Wat is eigenlijk uw impact nog als coach op die mannen? Ik weet dat niet. Ik heb nooit een niveau in de kleedkamer gezeten. Nee, van die grote orde. Ik weet niet hoe dat marcheert of wat dat er kan. En in hoeverre dat die mannen iets accepteren als je als coach iets aangeeft. Of wat dat Pogba die gaat al weg, die is einde contract. Mm-hmm. Maar moeten ze... Dat zij opnieuw nog maar eens... een andere weg moeten inslaan, dat is wel duidelijk. Maar die weg hebben ze misschien ingeslagen met Ranjik, die dan technisch directeur zou worden volgend jaar, en een andere trainer zetten naar zijn filosofie. Maar dan moeten ook in ene keer een kern samenstellen die daar meer naar die filosofie neigt natuurlijk. Wie maakt het meeste kans voor jou, Wes, op de kwartfinale? Is dat United of Atletico? Het zijn twee ploegen die ik niet graag zie voetballen. Sowieso Atletico niet, dat is al lang geweten. Ik weet dat Gert... Dat gaan we niet nog eens bespreken. Gert een grote fan is geweest. Ik kan er wel naar kijken, naar het tactische. Maar als ik dan toch moet kiezen, Atletico. Ja. Atleti heeft gewonnen vrijdag tegen Cadiz, Wes. Ja. Maar het opvallendste moment van de match, dat heb je ook gezien. Ja, he? Ik heb het gezien. We klagen soms in België over de VAR. Ik kan het niet begrijpen dat zulke fouten dan door de mazen van het net glippen. Het gaat om Renildo Mandava, die een gevaarlijke tackle laat zien. Als u het nog niet gezien hebt, zoek het eens op. Zoek op het internet. Eens op, ja. Je krijgt rood. Twee voeten vooruit. Hij raakt de zijkant van de voet van de tegenstander. Ten eerste al ga je nooit, maar nooit naar een bal op die manier. Maar ik hoorde vorige week scheidsrechtersduo zeggen, of mensen die er toch... dat soms de regels van de wet anders zijn dan het gevoel. Wel, hier waren de regels en het gevoel helemaal niet goed. Wat bedoel je? Hier is donkerrood. Het straffe is, het is het omgekeerde probleem als normaal. Hij krijgt rood en de VAR scheldt de rode kaart kwijt. Ja, dus compleet onterecht. Ja, dan, ik ben altijd een beetje humoristisch moeten zeggen, want anders denken de mensen dat ik aan het zeven heb. Maar ik denk, dan hebben die gedronken. Of hoe ziet dat dan? Ja het was heel bizar. Gert, onlangs heb jij het ook meegemaakt. Hè? We gaan straks nog praten over Villarreal tegen... Juventus. Daar, dat is dan UEFA natuurlijk. Hè. Dat is dan in de Champions League, maar ook in de Spaanse competitie. Met Casemiro op het veld van Rayo. Van Rayo Vallecano. Hetzelfde verhaal. Had rood moeten zijn, krijgt niks. Raar. Dus het is overal wel een beetje iets. Zou ik eens graag willen weten wat daar de regels dan van zijn. Ja, geen idee, Wes. Er was onbegrip in alle geledingen in Spanje. Suarez, Wesley, die komt er. Dat is nog zo'n favoriete speet van jou. Die komt er niet meer aan te passen. Jij trekt ermee hier altijd door. Ik moet even weerwoord geven. Hè. Suarez is een topspits geweest. Tot een jaar of drie geleden, vond ik. Het laatste jaar in Barcelona... viel nog goed mee. Maar het straffen is, het jaar nadien wordt hij kampioen met Atletico. Hij heeft zijn aandeel gehad. Ja, maar Gert, we hebben dat eens opgezocht. Het straffen, hij heeft een aandeel gehad, maar niet tegen de topploegen. Nee. Dus hij heeft al zijn goals gemaakt en punten gesprokkeld voor Atletico. Mm-hmm. Tegen de kleinere ploegen. Meestal tegen de ploegen uit de rechterkolom. Mm-hmm. Maar dan nog, Gert, is het straf. Want in het begin was hij te zwaar. Hij kon niet meer lopen. Maar toch prikt hij er nog altijd 20 binnen. Dus chapeau. Maar nu lijkt het wel voorbij. Hè? Maar lijkt, ja... Hij is geen basisspeler. Nee, maar die gasten hebben ook een kwaliteit. Die komt voor de goal en die shot hem nog altijd binnen. Ook al is zijn knieën in stukken van elkaar, bij wijze van spreken. Griezmann is terug en er is ook een gerucht gelanceerd deze week. Atletico en Lukaku, dat zou iets kunnen worden. Met Simeone zou het toch... Dat zou wel passen. Ik denk dat ook, ja. Ik denk dat dat goed zou passen. Ja. Ja. En we gaan straks nog over hem hebben, over Lukaku. Het loopt natuurlijk niet geweldig bij Chelsea. Maar eerst gaan we het hebben over een andere landgenoot. En dat is Jan Vertonghen natuurlijk, want Wesley, je gaf het daarnet al aan. Je gaat naar Ajax-Benfica en je bent na de heenwedstrijd in Lissabon ook op bezoek geweest bij Jan Vertonghen. Ben je ook met hem gaan ontbijten? Dat had ik je aangeraden toen in het centrum. Nee. Is dat niet gelukt? Nee, hij had training de dag nadien, 's morgens. Dus we hebben het interview dan iets kort na de middag. Dus dat was eigenlijk heel goed, maar hij had geen tijd om... Op het oefencomplex? Ja, op het... Ja, dat was... De moeite? Best indrukwekkend, ja. Ik ben er nog niet geweest, ja. Ja, je komt sporadisch op een oefencomplex in Tottenham of noem maar op, of waar je ook eens mag naartoe gaan.
Maar ook best indrukwekkend. Je bent onlangs op dat van Club Brugge geweest. Ja, is het vergelijkbaar? Ik moet zeggen, in de eerste keer sinds dat het er staat, ben ik effectief ook binnen geweest. Want ik kan u alleen maar zeggen, als ik weet waar jij ooit en ik ooit gezeten hebben op de club waar wij trainden en wij onze fitness deden en dergelijke. Guy Gert, we hebben iets gemist, man. 10 jaar te vroeg geboren. Het is allemaal veranderd natuurlijk. Ja. Maar... En hoe dat die approach is om die spelers allemaal fitter te maken, dat is onwaarschijnlijk. En ik zeg altijd, zien doen is zelf doen. Je steekt niet weg in een kamerke waar je aan de fitness... Nee, je ziet iedereen trainen, dus je gaat dat zelf ook doen. Ja, nee, het is inderdaad wel de moeite daar in Westkapelle. Wes, je hebt 45 minuten gekregen, denk ik, van de persman. Die is dus toegefelijker geweest dan we vooraf hadden verwacht. Het was eigenlijk een sympathieke kerel. Ja, dat was eigenlijk een geweldig verhaal. Ja, het was denk ik nog iets langer dan 45 minuten, want op een gegeven moment moest er dan nog... Ja, de interviewer was een vraag of twee vergeten. Even opnieuw doen. Ja, moest ik even opnieuw doen. En die gasten zei, ja, het is genoeg geweest. En Jan zei, nee, we gaan even nog die twee vragen doen. Nee, hij was heel open, maar die perschef, we dachten dat in het begin... Leek nogal een Norse Portugees, ja. Maar dat was absoluut niet waar. Dat was echt een topkerel. Nuno, denk ik. Ja, Nuno was, Machado. Ja, Nuno Machado. Die kende alles. Die wist van Club Brugge in de jaren 80. En ik dacht, ja, jij hebt dat opgezocht. Jij hebt opgezocht hoeveel goals dat ik gemaakt heb. Of jij hebt opgezocht waar ik gespeeld. En dan zegt hij, ja, ask me a question. Ik zeg, ja, maar ken jij iemand van Belgisch voetbal? Gert begon alle spelers van de jaren 80 van Club Brugge op te noemen. Die kon matchen opsommen. Die zei, en de Jan zei, dat is een voetbalfreak, die gast. Die begon over Verkouten, over Keulemans, over Frankie. Ik zeg, amai. Kan je die meebrengen? Want ik zoek nog een vierde man voor een voetbalclub vrijdag. Ja, maar dat zal een gast zijn. Dat zal een gast zijn die u heel goed kan helpen. Ik was echt verbaasd van die zijn kennis. Ja. Echt waar. En hij had jou blijkbaar ook leren kennen via de Panini-albums. Dat was ook... Ja, dat was ook zo'n verhaal. Die zegt, ja, maar ik ken u van de Panini-stickers. Ik zeg, kom jongen, ga toch weg. Dat kan toch niet, Panini-stickers. Hij had Panini-stickers van 2002 boven van 2K. En volgens mij had er ook nog... andere, dit kan niet. Ja, kijk, zo zijn er wel een aantal. Hè? Echte nerds in de voetbalsector. Maar wat zei Jan over de wedstrijd? Laat het ons daar misschien ook over hebben. 2-2. Was hij tevreden met dat resultaat? Ja, uiteindelijk wel. Omdat de eerste helft hebben zij toch wel afgezien. Ajax, die vanuit het balbezit kansen creëerde, die veel beter was dan Benfica. Ik had het idee dat Benfica wat angst had voor Ajax, denk ik. Langs de ene kant misschien terecht, maar langs de andere kant ook niet terecht. Want de tweede helft hebben we gezien wat een Benfica kan. Meestal vanuit de omschakeling. Waren indrukwekkend, tweede helft. Echt indrukwekkend. Ja, en Jan Vertonghen die lag natuurlijk zelf ook mee aan de basis van een van de goals van Benfica. Grimaldo, de corner. Heel ver deze. Vertonghen kan koppen en trappen. En twee keer afgeblokt. Goed van Jan Vertonghen. En nu uitkijken, de voorzet trapt hem hard van de goal. Ja, Jan Vertonghen doet het. Via in het centrum daar. De bal erin. Haller scoort, maar aan de verkeerde kant. Ja, Haller met een own-doelpunt. Mogen we dat een typische actie van Jan Vertonghen noemen, Gert? Altijd doorzetten, altijd doorgaan. Of was het ook niet goed verdedigd door die ene man die zich niet... Nee, zijn verdiensten, ja. Door de aandringen uiteraard. Hè. Mm-hmm. Dus... De kansen voor de terugwedstrijd, daar geloven ze nog in? Wel, ik ga iets zeggen. Ik denk dat als een verrassing valt, dat Benfica zich plaatst tegen Ajax. Gert? Ja, ik heb ze vooral in het begin van het seizoen een paar keer gezien, Benfica. En inderdaad, op de tegenaanval. Dus zolang de tussenstand eigenlijk min of meer in hun voordeel blijft, dan denk ik dat ze inderdaad kans maken. En Ajax gaat sowieso een spel spelen. Hè? Maar we hebben gezien als Ajax... Ja, wat de ruimte laat. En daar was de invalbeurt van Yaremchuk een heel belangrijke in. Die maakte de 2-2, hè? Ja, die maakte de 2-2. En dan ging... ik ben even de Darwin... Núñez. Ging even van de spits ging naar links spelen. En ineens, ja, die speelde met zijn gezicht naar het doel. En niet meer met de rug naar het doel. En dat werd een andere speler. Die liep Mazraoui er een paar keer af. Die zorgde voor gevaar. Dat is een fenomeen, hè? Die gaat niet blijven bij Benfica. Die was echt geweldig. Nee, die zal deze zomer al vertrekken, denk ik. Iets anders. Hoe gelukkig is Jan Vertonghen daar? Want het seizoen is nu ook niet zo makkelijk geweest. Nee. Tot nu toe. Sportief
ja, valt het wat tegen in de zin dat Porto zoveel punten al voorsprong heeft en dat zij ook geen punten laten liggen. Sporting die ook nog voor hen staat, afgelopen weekend weer maar gelijk 1-1, gespeeld ja. tegen Vizela. Vizela, dat is een klein ploegje. Ja. Ja, dus, wel een rode kaart na 7 minuten voor Tarapt. Ja, Tarapt zag ik, dus die hebben heel lang met 10 moeten spelen. Maar het leven op zich, ik denk dat Jan daar heel blij is. En hij sprak zelf over het feit dat hij eventueel, als hij zou stoppen, dat hij denkt om daar te stoppen. Hij heeft dan niet gezegd dat dat zo gaat zijn, maar dat was wel het gevoel. Hè, dat, en dat hij... Hij liet niet... Allez, het was niet minst te verstaan dat hij zei van... Ik zou hier wel kunnen mijn ander leven opbouwen. Hè, hij zit ook in het sportmanagement, spreekt al Portugees. Dus die gast is volledig al ingewerkt in het Portugese leven. Zijn slechtere bestemmingen, hè, Gert, om je tweede carrière op te bouwen. Zeker. Dat is een zeer leuke stad. Hè. Ja. Dat ambieert hij echt wel. Hè, een rol als Van der Sar of zoiets... sportief directeur. Ja, ik las dat Huntelaar nu ook al wat de taken heeft overgenomen, een stukje van het pakket van Overmars. Maar ik denk dat iemand zoals Jan, met zijn achtergrond van Ajax, Tottenham en nu Lissabon, dat hij dat wel, denk ik, in zich heeft om zoiets... Ja, keer voor de Rode Duivels gespeeld. Ja. Dat zal sowieso een profiel zijn, inderdaad, dat gegeerd is. Goed, het is een moeilijk seizoen geweest met het ontslag van Jorge Jesus eind december. Maar hij heeft aan jou, Wes, ook verteld over de nieuwe coach, Verissimo. En over die man is hij toch wel echt tevreden, zo blijkt. Ja, we zijn natuurlijk een ander systeem beginnen spelen. Van 3-4-3 zijn we weer naar 4-3-3 gegaan. En... Ja, andere filosofie, een andere benadering, maar heel veel kort, heel veel intens werk. En terwijl het bij Jesus wat vaker wat langer was en wat tactischer. Maar ik vind heel fijne mensen om mee te werken, goede coach. Je kunt ermee praten, staat open voor ideeën. En ik vind het heel fijn trainer om mee te werken. Ja, een people manager, Gert, dat konden we niet echt over Jorge Jesus zeggen, denk ik. Nee, maar ik had toch wel zo graag eer een dag in een kleedkamer gezeten met Jesus als trainer. Ja. Gewoon maar eens fascinerend figuur. Ja, hij vertelde Gert dat dat eigenlijk een heel aimabele man was. Ja, toch? Maar ja, hoe toch? Ja, schrikt je daarvan? Die indruk geeft hij niet altijd, langs de lijn. De mens, ik weet dat Peter houdt daar ook van als hij hem bezig ziet. Ik moet ook zeggen, toen ik hem begin van het seizoen op PSV zag uithalen naar die jongen die er moest invallen. Ja. Ja, ik bedoel, dat doe je niet als trainer. Je zet ze direct kwijt. Maar blijkbaar kon hij dat verkocht krijgen. En was hij zeer, zeer veel eisend ook op sportief gebied. Ja. Goed, uiteindelijk is het voor Jan Vertonghen ook sportief gewoon... Goed wat hij daar laat zien in die zin. Hij zit aan 50 competitiewedstrijden. Afgelopen weekend was het zijn 50ste. Hij is nooit geblesseerd. Hij is 34. Nee, weinig geblesseerd. Belangrijk. Wat ook een belangrijk gegeven is. En als hij fit is, speelt hij gewoon. En hij speelt nog goed. Speelt elke week aan de top. Speelt Champions League. En wil ook al wat spelen. Dat was ook zijn argument om niet zomaar te zeggen ik ga naar ploeg X. Nee, hij wou Europees spelen, hij wou aan de top spelen en hij wou ergens nog in een stad zitten. En ik zei, ja, waren er andere kanshebbers misschien, in Spanje of zo. Maar ja, hij is dan uiteindelijk bij Lissabon terechtgekomen, ja. bij Benfica. En je hebt hem ook gepolst naar zijn plannen bij de Rode Duivels. Ik voel me echt nog goed. En mensen kunnen wel eens kan slechte matchen spelen en dan wordt een ouderdom al snel gebruikt. Ik weet hoe dat ik mij voel. En voor de rest heeft niemand iets te zeggen over wanneer ik mijn afscheid aankondig. En ook de nationaal ploeg, dat is gewoon verweven in mijn carrière. Iedereen weet hoe belangrijk dat voor mij is. En ja, Qatar, ja, je weet nooit, maar op dit moment. Daar denk ik er nog niet echt aan. Zeker nu, ja, je hebt dan Qatar in de zomer. Sorry, in de winter. 4 maanden later is Nations League. Snap je? Dus ja, waar stop je? En één jaar later is het EK. Snap je? Wanneer stopt het? Snap je? Vroeger was het ja, WK afgelopen, binnen 2 jaar laat maar zitten of zo. Weet je? Dat was een moment. Nu is er het moment, want je denkt altijd, dat kan ik ook nog meepakken. Ik ben nog goed genoeg voor dat. En zo voel ik dat ook. Hè. Gert, staat het je aan wat hij zegt? Want hij straalt... Ja, helemaal. De vraag van Wes was, denk je aan stoppen bij de Rode Duivels? Nee, ambitie, nog willen, is veel belangrijker dan wat er op je paspoort staat van leeftijd. En er moet er nog altijd een komen die dat laat zien van de jonger die beter is. En dat is niet gebeurd. Dat was bij Vermalen eigenlijk ook zo.
ene kant, ja, gaat er ervan uit dat hij het zelf kan bepalen wanneer hij stopt. Ja, soms, voor sommigen geldt dat niet. Hè. Kunnen niet zelf bepalen. Hè. Als er iemand komt die beter is en u uit de ploeg speelt. En zo kan het ook gaan natuurlijk. Of een blessure, zo kan het ook gaan. Maar het is goed dat hij, als je het zelf kan kiezen. En je hebt nog altijd goesting, want dat is ook een mentaal vlak. Hè. Dat kan ook eerst komen. Hè. Dat heeft hij nog. Hij wordt enthousiast zelfs over de Nations League. Dus. Daarom, omdat het ook een surplus is. Hè. Er moet nog maar eens meer wedstrijden. Sommigen zeggen van oké, op clubniveau nog wel, maar de nationale ploeg laat ik nu vallen. Maar goed, ambitie, hun drive. Beslist daar vooral over. Mm-hmm. De volledige reportage die dus Wesley uitgevoerd heeft daar in Lissabon, de vragensteller met dienst, die is te zien in onze voorbeschouwing deze week op de televisie. Het wordt sowieso een speciale avond, want hij gaat dus slapen in het hotel met het team op een kilometer van het appartement waar hij 9 jaar gewoond heeft. Dat is toch bijzonder. Goed, we gaan het ook nog eens hebben natuurlijk over de wedstrijd waarin vooral over het extra sportieve wordt gesproken deze week. Gekadreerd. Ja, even scherp stellen hoe de situatie is voor Chelsea. Man, hebben jullie dat een beetje gevolgd, wat daar allemaal gebeurd is, ja. Wes? Je hebt het daarnet al aangehaald. Wat heb je allemaal opgevangen? Ja, goed, dat alles al die rekeningen bevroren zijn, dat er wat extra problemen zijn. Ja, ik zou niet weten hoe het voelt om daar nu te zitten, maar het lijkt me in ieder geval niet leuk. Nee, dus op dit moment. Het komt erop neer dat de club bevroren is eigenlijk door de Britse overheid onder tijdelijk bewind minstens tot eind mei. Abramovic wilde de club verkopen, maar dat is dus zonder... Dat kon nu niet. En de Britse overheid gaat dat zelf uiteindelijk doen. Woensdag komt trouwens David Naert, Sporza-collega, naar onze studio voor meer duiding over Abramovic en de situatie. Maar wat heeft ons allemaal bereikt aan nieuws? Wel, de hoofdsponsor heeft een einde gemaakt aan de overeenkomst. Alleen abonnees mogen nog binnen in het stadion. Geen losse tickets, die mogen niet meer worden verkocht. De fanshops zijn dichtgegaan. Het programmaboekje dat ze hebben gemaakt, dat mag niet meer verkocht worden. Dus dat maken ze nog wel, mag niet meer verkocht worden. En blijkbaar, dat is dan het laatste dat ook werd gezegd, zouden ze maar 20.000 pond hebben, dat is het. Dat is bizar, hè? Om te reizen naar uitwedstrijden. Maar dan, ergens klopt dat toch niet? Wat is de bedoeling daarachter? Is dat ze die rijke oligarchen opzetten tegen... Dat was het idee natuurlijk, maar ik vermoed dat die details, dat allemaal te maken heeft met dat tijdelijke bewind. En Tuchel die kreeg natuurlijk ook heel wat vragen, hè, over dat reizen naar Lille, want dat is dus voor deze woensdag. En dat was na de wedstrijd tegen Newcastle, die ze wonnen met 1-0, dat hij daarover vragen kreeg. En dit was zijn antwoord. Now my last information is that we have a plane, and we can go by plane and can go back by plane. If not, we go by train. If not, we go by bus. If not, I drive a 7-seater. Honestly, I will do. Yeah, you can mark my words. I will do. I will arrive there. I mean, if you ask me, like 20 years ago, 30 years ago, if I would join a Champions League match at the sideline and what I was willing to do, I would say, okay, when do I have to be where? And why should this change? I will be there and we will be there. Ja, dat is een goed antwoord, hè, van Tuchel. Ja, stop. Ja. Maar jullie schoten allebei in de lach. Het is een beetje pijnlijk dat het allemaal moet. Het is ook wel ergens logisch natuurlijk, gezien de link van Roman Abramovic met Vladimir Poetin. Maar ja, voor de spelers inderdaad, mannen. En voor de coach, ja, dat is niet wat waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ik denk ook niet dat niemand de uitkomst weet, hè, van waar gaat dit uiteindelijk naartoe. Hè. Weet niet, je zit nu met die band natuurlijk, maar waar gaat het naartoe? Voor spelers, voor trainers. Je zit ergens in een situatie waar je nooit had gedacht dat je daar ooit in terecht. Ze kunnen ook geen nieuwe contracten meer aanbieden. Dat is misschien voor mannen zoals Rudiger en dergelijke wel van belang. Dat zijn mannen die wellicht nu andere oorden gaan opzoeken, hè, Wesley? Als er geen zekerheid is over wie de nieuwe eigenaar wordt. Er zijn Amerikaanse business guys in geïnteresseerd, een stuk of drie, om te kopen. Maar ja. Ja, je moet al wachten tot eind mei, zeker, voordat er dan een beslissing... Het zou kunnen dat de club sneller verkocht wordt als de overheid meewerkt. Maar ja. En is het voor een prijsje dat je kunt kopen? Ja, of is het de volle pot? Dat weet ik niet. Dat kunnen wij samenleggen met ons drie? Ik denk dat jullie beter samenleggen. Hè? En dat je er mij niet echt voor nodig hebt. Goed, over het sportieve, mannen, ja, daar gaan ze nu wel niet meer in de problemen komen, toch, Gert, in Lille. 2-0 gewonnen in de hele match. Normaal nu, maar je weet het nooit. Maar ik denk het niet, hè. Ja, Renato Sanchez ook buiten strijd, in principe bij Lille. Beste speler samen met David, vond ik... ik vind die Renato Sanchez, ik kan dat niet begrijpen dat hij bij Lille speelt. Maar er zal ook wel iets aan schelen, natuurlijk, in de zin van...
kan hij taakgericht voetbal en dergelijke. Maar als je die ziet spelen, dan denkt hij, man, die is zo goed. 1 tegen 1, snel, sterk, balvaardig. Maar doet niet altijd de juiste dingen. Maar ja, en David had... die heeft gewoon een moeilijkere periode, omdat het minder goed loopt met het team. En hij heeft het gewoon moeilijker. Maar in principe, kwalitatief, is Chelsea een stage of twee hoger dan Lille. Zou Lukaku mogen starten, Gert? Want dat is de laatste tijd door de goede prestaties van Havertz. Dat weet je al lang niet meer. Hè, wat dat nog, maar misschien nu, in dit soort match, zou ze een kans geven. Denk je dat omdat Lille gaat aanvallen? En, Nee, ik bedoel omdat Havertz het goed doet en omdat ze 0-2 voorstaan. Dat is misschien een beetje de... Ja, de bankspelers kunt, laten spelen. Je kan ook zeggen, Lukaku zat op de bank weer van het weekend. Ze hebben hem gespaard voor de Champions League. Ja, zo heeft een trainer altijd een uitleg. Vrees dat dat niet het geval is. Situatie, omdat je nooit weet wat er met de hommeles die er geweest is, wat er uiteindelijk van blijft hangen en wat de echte reden is waarom dat Tuchel hem af en toe op de bank zet. Of meer dan hem lief is. Dat heet ook kapitaalsvernietiging, noemt dat. Ja, dat is zeker. Ja. En net als Atletico zou ook Inter Milan hem ooit wel willen terughalen, maar financieel zou dat net iets lastiger zijn, denk ik. Goed, spannender gaat het wellicht worden in de wedstrijd waar jij naartoe gaat, Gert. Nou, we gaan nog even pronosticeren, zoals altijd. En dat doen we met de match tussen Juventus en Villarreal. Jij gaat naar Turijn, heenwedstrijd in Spanje 1-1. Mm-hmm. Gert, terechte uitslag? Ja, dat was een wedstrijd met weinig kansen. Meteen een goal wel, Vlahovic. Waar Juventus heel vroeg op voorsprong kwam. En dan was voetballend eigenlijk Villarreal wel wat beter. Maar goed, die echte slagkracht hebben ze dat toch wel wat minder. Maar ik denk dat Juventus uiteindelijk gaat doorgaan. Oké. Resultaat? Gokje? 2-0. 2-0, ja, dat zou een mooie Italiaanse manier zijn om door te gaan, inderdaad. Mooie prijzen te winnen natuurlijk op onze website prono.pix.be. Wesley, Juventus is wat beter op dreef, hè, in de Serie A. 15 matchen ongeslagen, dus klopt. Zie jij ze ook doorgaan? Ja, ik zie ze ook doorgaan. En een beetje op de manier waarop Gert het net heeft gezegd, op zijn Italiaans met een 1-0'tje of zoiets. Niet meer, denk ik dan. Omdat... Ja, Allegri ze toch wel op een of andere manier op de rails gekregen heeft. Wat was het? 1-3 twee keer... Sampdoria, ja. Twee keer Morata. 1-3 was het, twee keer Morata. Die ook al scoorde de week daarvoor tegen Spezia, dus die lijkt... Dus ja, ik denk dat het zoiets zal worden. Alright, goed. Dan gaan we ervan uit dat Juventus zich ook bij die laatste 8 schaart. Ik ga jullie bedanken, mannen. Is dat al dat? Ja, absoluut. De tijd is alweer verstreken. Als het zo plezant is, dan gaat dat ook zo snel. Kijk eens aan. En toch gaan we stoppen, Wes. Bedankt voor je tijd. En ik zou jullie heel veel plezier willen wensen in de studio, Gert. Dankjewel. Voor je debuut daar. Ja. En in Turijn en jij in Amsterdam. Ja. Bij Jan Vertonghen benieuwd of inderdaad Benfica daar kan stunten. Tot binnenkort voor een nieuwe aflevering van de Champions Club.